introduceerde u beiden net al even Albert-Jan Kruijter en Monique Leijnaar. Goed. Een kleine, snelle vogelvlucht introductie in transitie denken. En wat we vanavond dus hopelijk kunnen doen in dit gesprek, is ons afvragen, als we nou kijken naar het democratische, naar de democratie, laten we het zo breed trekken. En we constateren dat veel mensen zeggen dat de democratie zoals die nu functioneert, misschien niet optimaal functioneert. Welke vragen moeten we dan stellen? En welke oplossingsrichtingen kunnen we dan bedenken? Welke bouwstenen, welke ontwerpprincipes voor een nieuw systeem kunnen we dan bedenken? Maar eerst wou ik maar eens vragen, beginnen door Albert-Jan Kruijter, aan u de vraag te stellen. Welke kwestie zou u als eerste adresseren als ik aan u vraag? Welke vraag moeten we ons stellen over het functioneren van het huidige democratische regime, om een transitieterm te gebruiken? Wat is er aan de hand? Wat is er problematisch? Ik stel dat nu omdat er een hoogleraar politicologie naast u zit, dus die gaat dan vervolgens daar. Ik wacht ook even, ik denk ook even extra lang na. Mm-hmm. Ik denk dat een van de belangrijkste vragen is in welke mate het huidige regime of de huidige democratische structuur, de democratische cultuur in het land bevordert of verslechtert. Ja. De hypothese was natuurlijk altijd dat die democratische structuur ons betere burgers zou maken. In termen van welbegrepen eigenbelangen, zelf initiatief nemen en dat soort zaken. Er waren een paar vehikels voor, zoals politieke partijen en vakbonden. Ik weet niet of u onlangs nog die ledenaantallen heeft gecheckt, maar dat gaat niet. Die vehikels liggen een beetje op apengaten. En, 2,3% is nu nog lid van een politieke partij. Ja. En ik heb niet het idee dat die democratische structuren, onze democratische cultuur, in termen van zijn we nou eigenlijk goede burgers in termen van burgerschap, dat die versterkt. En dat vind ik best een groot probleem eigenlijk. En dat zou wel moeten. Dus als u zou zeggen, daaruit volgt eigenlijk de conclusie dat u zegt, één van die ontwerpprincipes van een nieuwe democratie zou moeten zijn dat het de democratische cultuur of democratisch burgerschap bevordert. Ja, het is een beetje geslaagd, het is een beetje te succesvol geworden. Dus het heeft wel een emanciperende werking gehad in termen van burgerschap. Mm-hmm. Vrij lang ook. Alleen we zijn zo doorgeëvalueerd als burgers dat we klant zijn geworden. Een beetje verwend. We denken dat die overheid er voor mij is in plaats van voor ons. En we rekenen die overheid op dezelfde manier af als we met de HEMA zouden doen. Als we de customer service zouden bellen omdat een kaasschaaf of een broodrooster niet goed functioneert. En ik zie het niet in de huidige stuur ingebakken om dat mechanisme te herstellen. Dus wij zullen steeds individualistischer en cliëntelistischer worden. Daardoor zal die structuur steeds repressiever en op controle gericht zijn. Wat ons cliëntelistische gedrag alleen maar versterkt. En dan ligt er een soort Armageddon in het verschiet over een jaar of 7, denk ik. Oh. En hopelijk kunnen we dat vanavond een beetje repareren. Nou, mooie aftrap. U legt de urgentie even op tafel. Een Armageddon binnen 7 jaar. Mevrouw Leijnaar, u hoogleraar politicologie. Maar niet per se een kenner van transitie denken. Maar het is toch een mooie opdracht. Dus mag ik ook u vragen als u dat transitiedenken nou toepast op de democratie van vandaag? Ja, ik zat gelijk te proberen die vertaling te maken. Ja. Spreken we dan over een representatief partijendemocratie, het politieke systeem, dat is dan het regime? Ja, en ik denk ook wel in combinatie met bijvoorbeeld hoe bepaalde sectoren gerund worden. Het heeft veel met elkaar te doen. Hè? Ja. En ik denk dan dat het grootste probleem is, hè, ook aanvullend wat jij zegt,
dat die maatschappij enorm veranderd is de afgelopen jaren, tientallen jaren. En die partijpolitieke, dat politiek systeem, dat is dus nog precies hetzelfde gebleven. Ik bedoel, daar zit mijns inziens het probleem. Het convergeert niet meer. Zou je kunnen zeggen dat het landschap, hè, in transitietermen, het landschap is veranderd. En wat is dan zo anders geworden? U zegt de samenleving is veranderd. Ja, nou ja, denk maar die politieke partijen die gebaseerd waren dus op politieke ideologieën, op een echte maatschappijvisie. Een visie hoe die samenleving eruit moest zien. Ja, die ontideologisering. We denken niet meer in die termen. Maar we hebben nog wel die partijen. We hebben nog wel die partij, die hele Tweede Kamer, de regering, de gemeenteraad. Alles loopt nog via politieke partijen. Terwijl dus die onderliggende dimensie van zo'n ideologie is verdwenen. Hm. Dus hoe verschillen die partijen nog? Dat is dus bijvoorbeeld zo'n verandering. Denk aan wat jij zelf zegt, die burgers zijn veranderd die afgelopen decennia. De mondigheid is toegenomen. Ook de wens om mee te doen is toegenomen. En die partijpolitiek heeft daar dus niets mee gedaan. We hebben net pas een raadgevend referendum, een wet. Dat is dus nu pas in 2016, terwijl 2015, terwijl die veranderingen in mondigheid en ook al decennia lang zijn ingezet. Dus dat zijn een aantal van die problemen wat je kan samenvatten. Met die maatschappij is enorm veranderd, die samenleving is veranderd, maar die partijpolitieke instituties niet. Hm. Ja, iemand heeft wel eens gezegd dat als je iemand uit 1900 transponeert in een tijdmachine naar deze tijd, dan ziet die mensen met robots in hun hand, mobiele telefoon, die niet snapt, en eigenlijk heel veel niet, behalve als je meeneemt naar het Binnenhof. Want daar is gewoon alles. Ja, ik heb dat ook nog gelezen. Precies hetzelfde, ja. Nee, precies. Dat gaat nu verbouwen. Er is wel een nieuwe. We zitten natuurlijk niet meer in de oude Tweede Kamer. Maar goed, alle procedures. Je kan bijna de handelingen werken nog hetzelfde. Ja. De procedures van de vergaderingen werken nog hetzelfde. Ja, en dat nog even als laatste punt. Een van de problemen, dus de barrières. Ik ben de terminologie nu alweer vergeten, merk ik. Maar is natuurlijk dat die veranderingen juist moeten worden ingezet door die instituties zelf. Door precies. Die mensen die die instituties bezetten. Ja. Dat is het grootste probleem, mijns inziens. Dat is ook de reden waarom het nog allemaal precies hetzelfde is. Ja. Het feit ook dat die politici, die bestuurders, allemaal nog zo reageren. Nou, ik overdrijf natuurlijk nu een beetje, maar ik vind het voorbeeld is misschien op zijn plaats hier. Zo'n parachutering van een Hermans als burgemeester van Zutphen, was het geloof ik? Of Zwolle? Zutphen, ja. In deze tijd, dat je nog steeds denkt dat je als commissaris van de Koningin je eigen partijpersoon op zo'n manier daar kan wegzetten. Zonder dus na te denken over wat dat betekent. Die weg moest uit de Eerste Kamer. We zitten hier allemaal met politieke junkies. Ja, nee, ik ga er even vanuit dat iedereen dat weet. Ik bedoel, ik vind dit een mooi voorbeeld van. En waarschijnlijk volledig onbewust. Daar gaat het natuurlijk om. Ze hebben niet eens door. Ze hebben niet door dat het in deze tijd met de huidige informatie die burgers hebben. Dat niet meer gaat. Ja, dat is nog. Ik wou voor de ordening, want je mag zo even reageren op die vraag van mevrouw Leijnaar over hoe ga je nou om met een regime dat in zichzelf natuurlijk niet per se wil veranderen. Dat omschrijf je. Ja. Die biedt weerstand tegen die vernieuwing. Maar in dit geval hebben we ze ook nodig. Dus hoe gaan we daarmee om? Daar gaan we zo even over hebben. Maar ik wil eerst nog even om de orde een klein beetje te bewaken voor zover iemand zegt. U mag naar de microfoon lopen. Maar dan maak ik even. Laten we nog even dat landschap in de termen van transitie denken. Dus die veranderende omgeving die invloed heeft over waarom we deze vragen stellen. Die burger is veranderd. De samenleving is geontideologiseerd. Dat gebruikt u als woord. We zijn mondiger geworden, hoger opgeleid, zou je kunnen zeggen. Nou ja, die economisering die jij al net heel sterk noemde. Alles gericht op efficiëntie en effectiviteit.
Dat is de leidraad bij veel besluitvorming. Dat is ook, dat heeft ook effecten. Maar je zou ook in inbrengen dat een van de dingen die in dat landschap zijn, zijn burgers die steeds meer zelf willen doen. Het is niet zozeer dus burgers die zeggen, fijn al die engagementen die voor ons georganiseerd zijn, maar willen het net anders doen en we doen het zelf. Ja. Dat is, hoort ook bij toch bij dat veranderende landschap, die druk op een regime. Ja, dat klopt. Maar burgers die zelf dingen doen, zijn niet per definitie democratisch. Oké. Burgers die hun eigen belang behartigen met een groepje, vind ik niet democratisch. Burgers die een vorm van algemeen belang behandelen, vind ik al een stuk democratischer. Burgers die gezamenlijk met groepen met verschillende belangen onderling wel begrepen eigen belang produceren, die vind ik topdemocratisch. Alleen die zien we niet zo veel. Dus het stikt in Nederland van de groepjes die onder de noemer democratie eigenlijk gewoon hun eigen belangetje aan het behartigen zijn. En daarom vind ik die term transitie ook mooi. Het mooie van democratietheorie dat het tegelijkertijd vaak transitie is, maar ook regressie. Want veel van de democratische innovaties die wij her en der horen noemen, die zijn in het verleden van 2500 jaar terug tot 800 jaar terug tot 400 jaar terug al een keer uitgeprobeerd. En ook weer weggestorven. Dus ik vind het mooi om, ik vat die transitie op als een soort permanent onderhoud van de democratische structuur in plaats van een wegvagen en weer iets heel nieuws bouwen. Dus het is, Het is geen disruptie, zegt u, maar eigenlijk een continu proces van vernieuwing, van onderhoud. Ja. 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 Goed. Er staat een meneer die mee wil doen aan het gesprek. Stelt u zichzelf even voor. Ik ben Paul van der Loef. Ik heb eigenlijk gewoon een vraag. Hoe kan het nou dat jullie het gesprek, misschien de laatste 5 minuten, maar zo beperken tot het kader van de representatieve parlementaire democratie? We zijn net begonnen, hè? Ja, wacht even. Over een uur is 10 uur, hè? Ja, u heeft gelijk. U zegt, ik zit in een boemeltreintje, maar we gaan even naar de sneltrein. Goed, De parlementaire en de representatieve democratie, dat heeft allerlei nadelen die steeds meer blijken. Heeft ook verdiensten gehad. Ja. Steeds meer is er gezocht, zijn er experimenten gestart, mislukt ook, niet allemaal, om andere vormen te bedenken. Hier in Amsterdam heeft IJzerkalk zich daarvoor bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt. Ik denk ook aan de voorstellen, maar ook de praktijken die David van Rijbroek heeft geëtaleerd, die duidelijk het kader van de representatieve democratie te buiten gaan. Ja. Aan de andere kant, maar dan ga ik even de grens over, denk ik ook aan de soevereine democratie die in Rusland getracht wordt vorm te geven. Dat is een heel ander verhaal, maar dat heeft ook een pretentie van democratie. Dus ik zou willen vragen of jullie in je kaders wat meer willen verruimen bij het bediscussiëren van democratie, niet alleen in het parlementaire. Ja, eens even kijken wat ik nu... Ik denk, nou goed, je ziet natuurlijk inderdaad precies dat opkomen op dit moment. En dat heeft ook iets te maken met het feit dat er een generatie is aangetreden inmiddels. De mensen die zo vanaf 1980 geboren zijn, wordt het vaak gezegd, hè, die eigenlijk zelfexpressie zoekt in dingen doen. Die ook niet van het protesteren is, maar maatschappijkritiek uiten door anders te leven. De politics of presence heet het ook wel als het gaat over grote sociale bewegingen. Hè, maar die het anders willen aanpakken. Dat bestaat en daar zal inderdaad de bestaande politiek zich te moeten verhouden. En op een bepaalde manier vond ik dat gisteren bijvoorbeeld even aan de orde. Gisteren gebeurde iets wat volgens mij heel historisch was. De minister van, ik zal maar zeggen, energiezaken eventjes. Hè, dus de minister van Economische Zaken al heel lang. Henk Kamp, die zei gisteravond of gistermiddag, het einde van het fossiele tijdperk is daar. Dat is een zeer vergaande uitspraak. Dat is echt een aankondiging van de regimeverandering. Een waanzinnige radicale uitspraak. En dan ook nog uit de mond van iemand die een partij vertegenwoordigt, die nou niet echt voorop heeft gelopen bij het inluiden van deze transitie. Ja? Dus dat, wat mij betreft kon dat niet luid genoeg herhaald worden en er gezegd worden van dit gebeurt. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Greenpeace en de Urgenda. Urgenda heb ik net een paar hele lieve dingen over gezegd. Ja. Een kindje, een klein beetje van mij. Op afstand, maar toch. Hè? En ik hou zo van Marjan. Hè? Maar
die vond het niet ver genoeg gaan. Die maakte daar een groot punt van. Ik vond dat heel erg onverstandig. Ja, dat was helemaal ja. Eens, ja. En waarom vond ik dat zo onverstandig? In de eerste plaats omdat we die grote verandering moeten inpeperen. Ik ga toch even serieus zijn wat ik vind. Kijk, ik vond het niet verstandig. Want ik denk, om te beginnen, inspireer nou eens al die mensen van die doe-democratie. Die hebben nu een enorme steun in de rug. Ga dat niet ontkennen, ga dat bevestigen. Onderstreep dat. Vier het 3 dagen lang op alle sociale media. En zorg dat we nooit meer vergeten wat hier gezegd is. Zorg ook ermee dat anderen die er niet zo blij mee zijn, het nooit meer kunnen vergeten. Dat is veel sterker. En ga dan vervolgens aan de slag met alle denken wat klaar ligt. Maar wat je niet kan, denk ik, met nogmaals alle respect en alle liefde en vriendschap enzovoort van Jan Mindersma, ga dan niet zeggen van we hebben helemaal geen dialoog nodig, want wij weten het al. Want wie zijn wij precies? Dat is een elite, waar ik mezelf ook toe reken, die hier nou toevallig al 25 jaar bezig is over na te denken, die inderdaad best weet, als ze het zelf mochten bepalen, hoe het zou moeten. En dat zou ook best kunnen. Maar zo kun je natuurlijk niet zo'n grote maatschappelijke verandering inzetten. Daar is een veel bredere discussie voor nodig. En dan zijn we ook terug bij jouw vraag, want dan worden ook politieke partijen moeten daaraan gaan meedoen. En dan denk ik inderdaad dat je met die ontideologisering een belangrijk punt hebt waar we straks misschien nog even over moeten hebben. Maar dan moeten eigenlijk die partijen nog iets anders doen ook. En dat is dat ze oud denken loslaten. Dus tot vlak voor het klimaattop zei diezelfde VVD waar Henk Kamp de vertegenwoordiger van is, die was de hele tijd maar tegen omdat ze zeiden van ja, als we dat gaan doen dan gaat het geld kosten. Dus ze dacht nog in termen van hele oude milieubeleid uit de jaren 70 van milieu dat is een soort van extraatje, dat kost geld en daar kun je ook geen geld mee verdienen. Nou, duurzame energie, dames en heren, kun je net zo goed geld mee verdienen als met olie natuurlijk. Dat is klinkklare onzin. En dat weten inmiddels ook hele grote bedrijven als Unilever bijvoorbeeld heel goed. En die voelden zich ook helemaal niet vertegenwoordigd door dit soort liberale geluiden. Dat weet ik van de mensen die daarmee bezig zijn. Maar ondertussen zit die VVD nog in die oude discours. In dat stukje structuur, dus los van de ideologie waar het over gaat, gaat het ook over die assumpties die al die ideologie met elkaar delen. Laat ik dan even nu nog een keer naar de interventie van meneer Van der Loef gaan. Namelijk, welk oud denken moeten we loslaten? Dus ik probeer hem nu even zo terug te brengen. Want we zaten natuurlijk over het landschap te spreken. Nog niet eens over het regime. En of dat alleen maar politieke partijen zijn of representatieve democratie. En over ontwerpprincipes in een klein beginnetje. Maar welk oud denken over politiek moeten wij loslaten? Dat is volgens mij misschien een hulpmiddeltje bij het beantwoorden van meneer Van der Loef's zorg. Ja. Dat we ik denk dat u gelijk heeft in de zin van wat we moeten loslaten is dus het regime, het systeem van een representatieve partijendemocratie met burgers die 1 keer in de 4 jaar mee mogen doen tijdens de verkiezingen. En that's it. Dat moeten we dus gaan loslaten. En daar hoort dus ook die cultuur bij van partijelites die denken dat ze alles kunnen regelen, om het even simpel te zeggen. Mm-hmm. Dat is dus ook iets wat we moeten loslaten. Het zal meer samen met mensen moeten gebeuren. En vaker dan 1 keer in de 4 jaar. En dan kom je dus op andere vormen van democratische besluitvorming. Dus vormen van directe democratie, dat is het referendum, maar ook van participatieve democratie, waar u het ook over heeft. En daar ben ik bijvoorbeeld een hele voorstander van burgerjuries, om dus samen met burgers, of soms alleen maar door burgers, besluiten te laten nemen. ik weet niet of misschien komen we daar nog op terug. Nou ja, dus het mag van mij eigenlijk best wel, maar dan even voor de orde. Maar wat is orde? Kijk, aan het eind wilde je eigenlijk wat meer naar de oplossingsrichtingen. Exact. Of naar wat voor ideeën. Nee, daarom. En daarom is David van Rijbroek natuurlijk. Voor zover hij een analyse maakt, kunnen we het heel uitgebreid over hem hebben. Namelijk de crisis van het representatieve systeem, waar u naar verwijst. En misschien kunnen we ook even kijken naar inderdaad over de grenzen heen. U noemde Rusland misschien niet het allerbeste voorbeeld van een inspiratie voor democratie. Maar misschien zijn er wel andere. Want we zitten hier niet op een eiland. De hele wereld is aan het nadenken over nieuwe democratische regimes. Dus we hebben dat landschap een klein beetje aangeraakt. Misschien zijn er mensen in de zaal die zeggen, ik wil toch nog een fenomeen erbij hebben voordat we verder kunnen praten. Er komt nu iemand lopen. Ja, dat klopt. Hoor ik hier. Ja. Wie bent u? Ik ben Socrates Schouten. Ja. Ja. Ik werk hoe cool als je filosoof bent en je bent Socrates, heet je? Ja, okay. Op een avond die over democratie gaat. Ik werk bij De Grote Transitie, dat is een campagne.
Maar wat ik wilde inbrengen, ik vind het interessant dat meneer Kruiter bij het Instituut voor Publieke Waarden werkt. Want publieke waarden zijn mooi, maar wat wordt er nou in de weg gestaan? En volgens mij is dat omdat er heel veel non-publieke waarden spelen die ons algemeen denken bepalen. Zoals? Of in elk geval de politiek en de maatschappijsturing. En dan denk ik dus eigenlijk aan waarden van de economie, van markten. Denk aan een Jesse Klaver met zijn economisme of het kapitalisme. Maar er is volgens mij nog steeds in toenemende mate een neoliberalisering gaande van gewoon puur onze politiek. En daardoor komt er steeds meer een focus te liggen op hoe kunnen we dingen als een soort van manager oplossen. Wat is nou het optimum? Hoe kunnen we zorgen dat we door groei en winstmaximalisatie ons er allemaal uitgroeien? En dat heeft volgens mij dat stukje democratisch ideaal dat we hadden in ergens halverwege de vorige eeuw weer totaal ondergemoffeld onder een soort van, meneer de burger, word maar lekker consument. Dan gaan we het optimaliseren voor u. En dat heeft volgens mij eigenlijk alle democratische ideaal eruit geschud. Dus ik zou in de discussie leuk vinden als dat regime definitie, als dat problematiseren van het kapitalisme wellicht of iets wat u leuk vindt, zou kunnen meenemen. Mooi. Dus de problematische kant van het regime nog even bekijken. U zei al, die burger die wordt langzamerhand consument. In uw presentatie had het over discursieve elementen binnen structuren, hè, als aspect van structuren in zo'n regime. Deze meneer zegt, laten we even goed kijken naar de invloed van de markt en de taal waarin wij spreken over publiek die neoliberaal is. Kun je een reactie geven? Ja. Nee, ik vind dat inderdaad een heel belangrijk punt. Als dat niet omgaat, dan zal een boel andere dingen gefnuikt blijven worden. En tegelijkertijd zit er ook vaak een kracht in, hè, dat je dat punt vaak kunt maken. Als je initiatief neemt als buurtzorg bijvoorbeeld, op het gebied van de thuiszorg, dan gaat dat erover dat je juist dat denken loslaat. En dat je de zorg weer teruggeeft aan de mensen die zorg nodig hebben en aan professionals. En als je dan honoreert dat mensen niet zorg zitten in te kopen zoveel als ze maar krijgen kunnen voor zo min mogelijk geld, maar dat ze het liefst hun leven leiden en alleen maar zorg willen hebben als dat even nodig is. Als je ze die ruimte geeft, als je professionals de ruimte geeft om dat samen met die mensen na te gaan, wanneer het dan nodig is en wat ook nodig is, als je dat niet standaardiseert via indicatiestelling, dan blijkt het allemaal met minder geld tot meer tevredenheid te kunnen van zowel de professionals als van die klanten. Buurtzorg heeft dat domweg laten zien. Jos de Blok is het gaan doen en heeft laten zien dat het zo werkt. En dat is dus een niche-praktijk waar je precies dat denken kunt ontmaskeren als iets wat in de praktijk die kostenstijgingen niet heeft kunnen keren, terwijl alternatieven waar het anders gebeurt, dat blijkbaar wel kunnen. Beleefde kwaliteit omhoog laten gaan voor minder geld of voor hetzelfde geld. Nou, niche-praktijk is een van de grootste zorgaanbieders van Nederland. Maar toen hij begon niet. Nee, dat is waar. Het is een uitgegroeide niche-praktijk, ja. Ja, en zijn nieuwe zorgverzekering zal je wel weer, die gaat lanceren, wel weer als een nieuwe niche-praktijk. Ja, dat punt van die waarde. Ja. Na deze uitnodiging zat ik dus over na te denken, over zitten we nu in een overgang? En ik heb het idee dat die waarden, wat zijn nu de democratische waarden waar we ons in kunnen verenigen allemaal, dat ineens weer heel sterk op de agenda staat. Ik weet niet of dat Schouten idee met mij gedeeld wordt, maar daarom denk ik ook dat we in een soort overgang zitten. Klopt dat? Schouten, ik wil dat u daar weer terug gaat staan, zodat we met u in gesprek kunnen blijven. Ja. Nou ja, jij kan ook. Dat is leuk. Dat is wel de reden waarom we dat instituut hebben opgericht. Omdat we niet alleen marktwaarde hoor, maar het viel ons op. Als je beleidsstukken bekeek en verzorgingsstatelijk beleid, dan kwamen er steeds een paar waarden terug. Efficiëntie, maar ook heel veel ego-waarden. Ja. Dus de ontplooiing van het individu, waar een bepaalde vlak na de oorlog geboren generatie groot mee is geworden. Ja. Dat heeft ook tot dat ego geleid. Mm. En dat ego is klant geworden. Maar jongens, het is nog niet zo lang geleden dat gemeentewinkels gingen inrichten. Ja. Ja, waar de klant centraal stond. Ja, en waar de klant centraal stond. Ja. En nu mogen we het dan niet over klant hebben, dus hebben we het over cliënten. Ja. Dus we hebben een klant. Maar is dat een omslag nu? Precies. Ja, want ik bedoel, dit klopt natuurlijk. Dat zien we de laatste 20, 30 jaar is dat gebeurd. Maar is er nu sprake van een omslag dat er toch meer van een debat komt van wat willen we nu? Wat zijn de waarden die wij in onze westerse democratieën willen bereiken? Waar staan we voor? Ik weet niet of dat. Schouten, kunt u daar een licht op laten? Nou, in Pakhuis de Zwijger heel vaak. en daarbuiten zie ik hem wat minder vaak. Dus dat. En het valt me wel op, meneer Grin.
dat u, de voorbeelden die u noemt, die gaan grappig genoeg wel vaak over geld. U heeft gezegd dat groene energie wel degelijk voordeliger kan zijn dan grijze energie. En dat die buurtzorginitiatieven ook voor een in geld uitgedrukt beter resultaat kunnen leiden. En ik vraag me eigenlijk af waarom u, het is heel fijn, want dan kun je veel mensen mee meekrijgen, maar de waarden strekken zich toch juist uit voorbij tot ver voorbij die economische waarden. Ja, ik had toch juist ook gezegd dat de beleefde kwaliteit voor zowel de mensen die werken als voor de mensen waar het om gaat, omhoog gaat. En dat voor hetzelfde geld. En maatschappelijk is het laatste wel fijn, want dan kun je ook nog een paar andere dingen doen. Maar de spanning zit op. Overigens heb ik ook niks tegen dingen in geld uitdrukken, hoor. Dit is niet zo ingewikkeld. We geven 90 miljard uit aan de zorg. En die kunnen we niet in andere dingen investeren. Onderwijs bijvoorbeeld. Dus hoe efficiënter dat doen, hoe meer geld we voor andere dingen overhouden. Dus ik ben er wel voorstander van. Maar het interessante is dat, als we het over democratie hebben, dat er één structuur of regime niet bedoeld was om efficiënt te zijn. En dat is democratie. Voilà. Zak, mooi. Staat er iemand anders? Meneer, wie bent u? Ja, ik ben Bob Kassenaar en ik heb 30 jaar lang het gemeentebestuur geadviseerd op een winnend democratisch systeem. En ik denk dat het toch heel belangrijk is, want zelfs met referenda, ook referenda komen weer terug in onze democratische structuur, in ons democratische regime. Dat betekent dat er wel aan die kant ook absoluut iets moet veranderen naast al die andere kant. Want als ze één ding niet doorhebben in Den Haag, ook in Brussel, maar zeker ook in Amsterdam, dat is dat de wereld niet meer bestuurd wordt door alleen de politiek en de democratie. De wereld wordt bestuurd voor een belangrijk deel, inderdaad, bijvoorbeeld door het geldwereld. Dat is heel duidelijk. Voor een deel door de burgers die het zelf doen. Voor een deel door de omstandigheden. Maar ze hebben lang niet alles meer voor het zeggen, terwijl ze wel denken. Hè, ik noem het altijd atlascomplex. Ze lijden ontzettend aan een atlascomplex. Ja. In die bestuurscentra. En ze denken, wij zijn gekozen, dus wij mogen beslissen. Ja. En als ze het niet willen, dan gaat het maar kwaadschiks. Nou, als die cultuur niet verandert, als we niet dus ook die politieke partijen van binnenuit veranderen, dan gebeurt er echt niks. Ja, daar wil ik wel even tegenover zetten. Want als dat er zijn ook, misschien niet hier in Pakhuizen Zwijgen, maar er zijn ook genoeg burgers die het prima vinden zo. Het Malieveld is al heel lang leeg, hoor. Dus als die cultuur niet verandert, ja, misschien vinden wij hier met z'n allen in een niche dat die cultuur moet veranderen. Nou, ik zie dat dankzij dat regime er zo ontzettend veel barrières zijn die op een gegeven moment, ik heb het in een wijkaanpak aan de lijve meegemaakt, dat er dingen niet meer kunnen of nu niet meer kunnen die toen wel konden omdat er ruimte was. Nu wordt die ruimte niet meer gelaten, wordt zelfs niet helemaal op gelet dat er verschillen zijn tussen mensen, verschillen tussen buurten. Nou, zolang dat gaat, moet de politiek wel toch wel doen. Die is ook aan zet. Dus wat we proberen, dat gaan we straks bespreken. Maar de vraag is even, wat is er dan zo problematisch aan het huidige regime? Hè? En u zegt, ze hebben een atlascomplex. En dat is een problematisch en dat heeft allerlei aspecten. Want daardoor gaan ze over dingen, denken ze over dingen te gaan waar ze niet over gaan. Vaardigen ze regels uit waar ze eigenlijk niet over regels over zouden moeten uitvaardigen, bijvoorbeeld. Maar u zegt ook iets anders interessant. Er is iets problematisch ook aan de hand. Ze geven niet ruimte waar ze ruimte zouden moeten geven. En daardoor zijn wonderschone dingen in de samenleving niet mogelijk. Ja. Kunt u daarvan één voorbeeld noemen voor ons? Waarvan u zegt dat is echt heel problematisch aan het huidige regime. Nou ja, energievoorbeeld is al genoemd, maar er zijn er nog. Energie is een voorbeeld, Er zijn ook, laten we zeggen, de oplossingen nu heel actueel. De oplossing die men zoekt in het vluchtelingenvraagstuk, kleinschalig in Amsterdam. Dan zie je dat met die grote AZC's elders in het land. Ja. Ze gaan gewoon door. Ja. En het werkt niet. Precies. Dank. Ja, maar dat is iets anders. Dat vind ik een goede constatering. Maar er is een verschil tussen grote structuren werken niet, of wij mogen dingen niet meer als burgers. Ja. Wat wij met ons instituut, we hebben zelf een sociaal hospitaal opgericht waar we zelf multiprobleemgezinnen mee helpen. We hebben een goede gierenorganisatie opgericht waar we mensen mee helpen die niet in de gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen. We zijn het nadenken over het ontwikkelen van een gevangenis voor recidiverende jongeren. Een collega van ons heeft zelf een privaat gefinancierde daklozenopvang opgezet. We hebben nog nooit iets illegaals gedaan. Mag allemaal, kan allemaal, maar dan moet je niet eerst 5 jaar naar Den Haag gaan zitten kijken om te kijken of zij het genoeg, moet je het gaan oppakken. Als je het op wil pakken, is er nog steeds in Nederland onvoorstelbaar veel ruimte om dingen te doen. Precies. Dus u zegt ook, soms hebben we de verkeerde attitude. Ja. Het kan wel. We denken ook als burgers eigenlijk hetzelfde probleem over politie.
Maar dan omgekeerd. We denken vaak dat we dingen niet kunnen. Maar dat kan wel degelijk als je ze gewoon gaat doen. En dan blijkt er geen wettelijke bezwaren. Terwijl mensen dat soms wel misschien denken. In 80% van de gevallen dat wij te horen krijgen, het mag niet. Klopt het niet. Ja. Of de wetgever bedoelt juist wat wij doen. Ja, precies. Goed, dank. Eisen. Wie doet u? Ik wou twee observaties. Nee, sommige mensen weten nog niet wie u bent. Oh, pardon. Ik ben Eisen Kalk en ben nog steeds actief hier in deze stad via een burgerinitiatief Lokale Democratie. En had het genoegen om de afgelopen 50 jaar ook bezig te zijn met het vernieuwen van die democratie. Ja. Wat mij opvalt is toen we hier 3 of 4 jaar, wanneer was het Joachim, begonnen met die discussie die we vanavond gelukkig weer doorzetten en oppakken. Dat er toen uit die toenmalige discussie 2 punten kwamen die aansluiten op wat jij net vraagt, Natasja, van wat zijn er nou aan andere waarden in die nieuw opkomende democratie, wat ik dan maar even gemakshalve directe democratie noem, die verschillen van de representatieve democratie. Het eerste punt is het punt van de representativiteit. Al die mensen die actief zijn in de publieke zaak vanuit een aantal burgers die zich gezamenlijk in willen zetten voor publieke zaken, die hebben veel meer aan betrokkenheid, aan directe participatie van nog meer mensen, en die storen zich helemaal niet aan de vraag van, die vanuit de partijpolitiek altijd wordt gesteld, hoe representatief bent u eigenlijk wel? Nou, we zijn helemaal niet representatief, want, en waarom, dit is ook van belang, want wij spannen ons in voor de publieke zaak, vanuit onze community en vanuit onze invalshoek, waar wij denken dat we wat meer verstand van hebben en het daarom beter kunnen gaan doen. Dat is 1 ding. Het tweede ding, dat is ook even als een reactie op Albert-Jan. Jij maakt bij mij iets te gemakkelijk de sprong van, ja, maar het moet wel altijd gemeenschappelijk belang zijn en niet eigen belang. Er zijn nogal wat veranderingen tot stand gekomen, niet ten kwade altijd, die begonnen met wel begrepen eigen belang. En daar is ook niks fout mee. Dat zei ik net, dat waardeer ik als hoogste wel begrepen eigenlijk. Oké, okay. Dan zou ik er ook op willen wijzen dat wat we in de transitie, waar we vooral vanuit moeten gaan en vanuit de niches die er al zijn, dat nou juist is vaak dat welbegrepen eigenbelang. En dat een wat andere opvatting is, waar het begrip gelijkheid, wat in veel van onze verzorgingsstaatsarrangementen zit, staat daar helemaal niet centraal. Ik zou bijna zeggen ongelijkheid. Want die ontstaat namelijk vanzelf als je begint met een initiatief in een buurt en wie het dan ook zijn. Het is altijd een clubje die voorop loopt en die denkt van ik wil wat veranderen. En de andere zit te denken wat zal ik nou beleven? Die gaan daar even leuke dingen doen en daarvan profiteren en ik niet. Zo is ooit de arbeidersbeweging ontstaan. Zo zijn de woningbouwcoöperaties een goed voorbeeld wat je net gaf, John. Van de Pek en zijn vrouwen. Ja, hoe dat is ontstaan. Van de Pek en zijn vrouwen, ja. Dus 2 punten. 1 is ongelijkheid in plaats van gelijkheid. En dat een waarde kan zijn waar we misschien die we misschien meer moeten koesteren. Ja. En wat minder het uniforme gelijkheidsstreven. Ja. En het 2e punt is van de betrokkenheid in plaats van de representativiteit. Ja, en dan nog even weer 1. Dus dat klopt. Ja, je zegt dat regime, dat staat onder druk, dat huidige regime. Vermoeiend toe ga ik dat transitietaal erin doen vandaag. En u gaat aan het eind echt mij misschien wel haten dat ik het elke keer probeer, maar vergeef mij. Want ik probeer het deze avond zo te doen. Het regime wat onder druk staat, daarvan zegt u, die heeft een waarde, die zet waarden centraal die ik eigenlijk niet die ik problematisch vind. En dat zijn er 2, representativiteit en gelijkheid. Gelijkheid. De regime wat onder druk staat, het huidige democratische bestel zoals we het nu georganiseerd hebben. Kunt u uitleggen waarom dat zo problematisch aan het worden is? Wat maakt dat niet mogelijk? Ik zou zeggen, lees eens een keer, dat doen we al voor een deel. Even goed door, het mooie boekje over tegenverkiezingen. Ja. David van Rijbroek. Vinden wij ook perspectieven, maar ik maak een beetje de overgang, dat weet ik, maar bewust naar mogelijke oplossingen. Ja. Laten we dus wat vaker gewoon mensen door het lot aangewezen, ja. En daar zijn we zeker
van niet representativiteit, maar wel van mensen die gewoon door het lot, omdat ze ook burger zijn, worden aangesproken op hun burgerschap om bepaalde zaken te beslissen. Ik zal je een praktisch voorbeeld geven. In een klein stadsdeel hier in Oost. Nou, dat is helemaal niet zo klein trouwens. Dat is een redelijk groot stadsdeel. Daar is een van de betrokken bestuurders bezig met advisering van goede Jos van der Lans. Die hebben nu een, het zou je genoegen doen, Monique, een burgersjury in het leven geroepen. Om te beslissen over een deel van het budget wat ze daarvoor hebben vrijgemaakt. Ja. Voor wat betreft de besteding van wat dan in het afschuwelijke jargon heet de informele zorg. Met als voorwaarde, het moeten vooral bewonersinitiatieven zijn die met dat budget aan de slag kunnen gaan. Dus dan heb je een paar dingen tegelijk nu, ook als hefboom naar veranderingen toe, waarop je de nadruk legt. Punt 1, het is gewoon, het kan iedere burger zijn, een burgersjury die bij het lot wordt aangewezen. Punt 2, je zorgt dat er budgetten zijn ook. Waar deze mensen mee uit de voeten kunnen, die zelf wat vernieuwende dingen willen op gang brengen. Ja, maar dat gebeurt dus, IJssel. Dat was mijn laatste punt. Het kan ook, de niches, dat vind ik een leuk beeld van John, ja. De niches kunnen we zelf creëren. Precies. En kunnen we sterker maken. Nee, dat is duidelijk. Goed, dank. Voor al een klein bruggetje die ik nog niet helemaal al ga, maar goed, het wordt allemaal gezegd. En ondertussen hebben we al heel wat arrangementen in zich, in beeld. Ik wil een beetje op regelen, want IJssel vat ongeveer mijn proefschrift samen. Dus dan doet hij vrij goed. Even, ik weet niet of hij het gelezen heeft. Dat was een onverwacht mondeling, IJssel. Ja, er zijn twee mensen die nog mee willen doen, dus ik reageer kort op IJssel. Ik zal hem één keer noemen. Alain Cisse de Tocqueville, die heeft dat begrip gecoind. Welbegrepen eigenbelang. Entre bien et nu. Hij is daarmee gekomen als onderscheid tussen het eigenbelang en het algemeen belang. Zit een civiel belang tussen, dat is dat wel begrepen eigenlijk. Maar die representativiteit, daar wil ik toch even iets over zeggen. Ja, want je zei er net, leek een beetje of je er afkeurend over deed. Je zei, al die initiatieven die ik zie zijn groepjes mensen die vooral hun eigen belang nastreven. En niet zozeer een publiek belang of een welbegrepen eigen belang. Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. We moeten dat, als we zorgvuldig een gesprek willen voeren, hier een beetje nadenken. Dan zou ik zeggen, ik waardeer ze in verzorgingsstatelijke zin. Maar in democratische zin kun je wel wat vraagtekens bij stellen. Over wie hebben we het eigenlijk? Noem eens een voorbeeld. Een broodfonds. Dat vind je problematisch. Een broodfonds. Ik denk dat die, misschien nu al, ik ken nu al broodfondsen die hogere entry barriers dan de gemiddelde zorgverzekeraar hebben. Ja. Nou, even prachtig kort, voorbeeld. Iedereen weet wat een broodfonds is? Nee. Groep ZZP'ers begint zijn eigen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Omdat ze vaak dat niet bij de grote verzekeraars kunnen doen. Samen leggen ze elke maand een bedragje opzij. En als er iemand ziek wordt, ga je uit je eigen pot van een groepje ZZP'ers krijg je een uitkering. En jij zegt, er zijn al problemen aan het ontstaan. Want die worden zo duur, zo elitair, zullen we maar zeggen. Nou ja, als stratenmaker van 56. Kan je dat niet doen. Precies. Okay. Maar dat is een klein voorbeeldje. Maar ik wil even wat zeggen over die representativiteit. En dan kunnen we daar ook mee. Er waren een paar mensen, de Founding Fathers, die hebben hier lang over nagedacht. Vooral drie ervan, Hamilton, Jay en Madison. Onder de prachtige titel Publicus gingen die de stad New York adviseren over de democratie in New York. En het Amerikaanse bestel. En er ontstond in Federalist Paper, die schreven ze, nummer 10, een prachtige discussie over representativiteit. Want, zeiden ze, die volksvertegenwoordiging is er niet om het volk te vertegenwoordigen. Die volksvertegenwoordiging, het parlement, is een buffer tegen het individuele belang van de kiezer en het algemeen belang wat een bestuur moet representeren. En als we directe democratie invoeren, dan gaat die individuele kiezer op lange termijn dat algemeen belang van het landsbestuur uithollen. Daar moeten wij een buffer tussen hebben met wijze mensen die het individuele belang van de kiezer kunnen vertalen naar een algemeen belang. Dat is de functie van... Nee. Dat is het risico natuurlijk. Ik vind het in een discussie over democratie interessant, want wat was de conclusie van die discussie? Dus zijn wij tegen factions, politieke partijen. Want als we politieke partijen in dat parlement zitten, dan gaan ze alleen maar over debatteren over waar ze over kunnen verschillen. Anders is het niet interessant. Ja. Dan gaan ze een belangenstrijdje voeren op politieke problemen in plaats van maatschappelijke problemen. En dus zeiden ze, wij zijn tegen politieke partijen. Okay.
IJssel, één reactie kort. Wat wou je zeggen? Wat klopt ik er niet van? Ik wou even opwijzen dat jouw voorbeeld van die van dat broodfonds ook slaat op enkele founding fathers. Ja, oké. Want dat die namelijk het vooral hebben zo hebben ingericht, als ik diezelfde Federalist Papers goed lees, het zo hebben willen inrichten, zodat hun eigen landgoederen het beste beschermd bleven. Ja. En daar wilden ze geen het gemene plebs over laten beslissen, maar alleen maar hun eigen soort. Ja, goed. Maar ja, nee, even markeren. Een korte reactie. Nog even, want we moeten natuurlijk niet ontkennen dat er een relatie zit tussen een individu en de achtergronden van een individu, de kenmerken van een individu en de belangen voor dat individu staat. We weten allemaal dat pas toen vrouwen de parlementen en de gemeenteraden betraden, kwam er aandacht voor problemen van vrouwen, of van een grote groep vrouwen, van kinderopvang, noem het maar. De entree van vrouwen in de politiek, die heeft de politieke agenda veranderd. Datzelfde geldt natuurlijk toch ook voor migranten. En dat is eigenlijk een ode aan representativiteit. Hoger opgeleide, voor lager opgeleide. Ik bedoel, we kunnen het nog even weer hebben over het idee van die deliberatieve democratie, maar bij zo'n burgerjury bijvoorbeeld, die komen we nou toch even op. Dan praten we dus niet over statistische representativiteit. Dus precies zoveel procent migranten, 50% vrouwen, zoveel hoger opgeleide. Dat gaat natuurlijk niet. Maar waar het om gaat, is dat het geluid wordt gehoord van bepaalde groepen. En zoals nu onze representatieve partijendemocratie eruit ziet, zoals het nu georganiseerd is, kandidaatstelling via politieke partijen. Wat we dus zien is dat bijvoorbeeld heel veel laag opgeleide, veel migranten, gewoon hun geluid niet wordt gehoord. Zij dus geen invloed hebben op de politieke agenda, geen invloed hebben over de richting van besluitvorming. En dat is mijns inziens een van de grote problemen van de representatieve partijen. Dus hij is juist niet representatief. Nee, het is helemaal niet representatief. Een van de argumentcriteria voor een nieuw bestel zou juist meer, betere, werkelijke representatie zijn. Maar dan krijg je dus het verwijt van het net bij het parlement. Ik vind het heel mooi wat je zegt over juries, want die kunnen misschien ook nog in een ander opzicht belangrijk zijn door dingen onder aandacht te brengen, nieuwe manieren van denken. Hè. Je zou ook Anthony Kiddens kunnen volgen, die inmiddels ook alweer 25 jaar geleden een belangrijk boek heeft geschreven, waarin hij zegt van kijk, wat er aan het gebeuren is dat politiek en samenleving, het debat gaat langzamerhand over een ander soort vraagstukken. Het ging heel lang over de productie van welvaart, de verdelingen van, de herverdelingen van, maar eigenlijk is dat in hoge mate gelukt. Het valt nog best wat over te bakkeleien, dat doen we ook de hele tijd natuurlijk. Maar eigenlijk is nu toch op een vrij hoog niveau het hebben gerealiseerd, is ook de vraag voor veel mensen van belang, hoe willen we eigenlijk met elkaar leven? In wat voor land willen we leven? En dan worden vragen van duurzaamheid, van integratie, van sociale cohesie en al die dingen, die worden van belang. Vraagstukken als euthanasie en levensbeëindiging. Een heleboel van dat soort vraagstukken gaan nu de agenda bepalen. Ik denk dat je van de transitieoptiek zou kunnen zeggen dat rond die oude vragen van productie van welvaart, verdeling, herverdeling, daar zijn voor een deel die ideologieën van die partijen omheen gegroeid. Die partijen zijn ontstaan in de periode dat de issues waren. En wat er nu eigenlijk voor een deel aan het gebeuren is in onze samenleving, is dat allerlei mensen, zeker ook in die doeldemocratie, zich druk maken over die nieuwe vragen. Hele andere onderscheidingen onderling hebben. We hebben wel degelijk debat onderling. Dat is helemaal niet geontideologiseerd. Maar er zijn hele andere onderscheidingen dan tussen die politieke partijen. En dus staat eigenlijk het ene debat staat haaks op het andere. En die aansluiting is er niet. En misschien zouden die burgersjuries dus juist een uitstekende manier kunnen zijn, dat soort dingen, om precies die uitwisseling tot stand te gaan brengen. Om te zorgen dat die partijen zich gaan realiseren dat ze eigenlijk denken in termen van oude vragen. En dus de toekomst gaat missen zijn. Ja, absoluut. Want dat is één van de criteria van deliberatieve democratie. Als mensen in kleine groepen met elkaar argumenteren, ook, en dan weer dat punt van wel overwogen, want informatie is natuurlijk een belangrijk element, dat je ook, als je over een bepaald issue een besluit moet nemen, dat je ook over de kennis, de informatie beschikt, wat er allemaal meespeelt. En dan blijkt dus, daar is genoeg over geschreven, dat er soms hele nieuwe oplossingen
op tafel komen. Dus die, dat, en dat is misschien wat jij bedoelt. Ja. Waar bijvoorbeeld politieke partijen ook helemaal niet aan hebben gedacht. Nou, omdat ze, andere, omdat ze helemaal gericht zijn op andere vragen. Of op, meneer, u heeft al gestaan. U bent weer gaan zitten. Sorry, u gaat nu weer staan. Wat wilt u inbrengen in dit gesprek? Het ging mij om een opmerking die Albert-Jan maakte, maar ook wat verder gezegd werd. Wat is het momentum waarop die verandering, waar we nou over praten, urgent wordt en dat er ook een veel bredere groep mensen voor komt die daar warm voor gaat lopen. Want nu, op dit moment, is het niet zo. De meeste mensen vinden het wel best, zijn teleurgesteld in de gemeente en in het landsbestuur. Ze zijn lang beschouwd als cliënt, maar de wal keert het schip. Want onder andere door de decentralisatie, ik denk dat dat een van de ernstigste oorzaken wordt, is er ineens veel minder geld. Ik zit daar op dit moment zelf binnen de gemeente, ben ik erin aan het kijken. Ik zal er niet te veel over vertellen, maar hoe heet u? Daar komt een geldgebrek. En dat heb ik aan iedereen gevraagd. Daar komt een geldgebrek. En dat geldgebrek gaat ervoor zorgen dat de wal het schip keert. Dus dat is nu al zo. Wees eens preciezer, in welke zin, wat gaat er gebeuren, welke wal keert welk schip van de buurt? Nou, we hebben eerst gedacht dat de burger klant was. Maar die burger krijgt nu de boodschap van het gemeentebestuur, die de decentralisatie uitvoert, u moet het zelf gaan uitvoeren. Ja. En het geld wat we daarvoor hadden, dat hebben we niet meer. Nee. En dat betekent dat die burger dan op een gegeven moment gaat voelen, die gaat een ontevredenheid, een grotere ontevredenheid ontwikkelen die zo groot wordt dat hij het Malieveld weer opzoekt of andere velden. Dat kan nu Geldermalsen zijn of Hees of noem maar op. Maar daar zit een vorm van die ontevredenheid, zie je daar al ontstaan. En alleen dat, als die situatie, gaat de urgentie geven dat er de behoefte is aan een niche-ontwikkeling, aan anders denken. Wat ga je dan doen? En de huidige politieke partijen weten inderdaad nog niet hoe ze daarop moeten reageren. Maar meneer, er zijn al 10 jaar onderzoeken dat 1/3 van de bevolking richting de 40% zich niet vertegenwoordigd voelt in het huidige systeem. Hè? Zich niet ontevreden is. En dan zegt u, maar er komt nu een extra reden bij om toch te gaan protesteren. En die reden is dat we de budgetgroei die we altijd gehad hebben, die neemt af. Dus de budgetten, en die nemen echt spectaculair af. En wat is uw naam? Wat is uw naam voordat u gaat zitten? Mijn naam is Chris Evenhoven en ik kom uit Arnhem. Oké, leuk. Dit is echt dit is de kern van het probleem. Wat gebeurt hier namelijk als ik je mag. Hier wordt de burger een beleidsinstrument. Dat is wat hier gebeurt. Dus die burger is niet meer een burger die zijn eigen ding kan gaan doen. Het gros van die teleurgestelde burgers wordt beleidsinstrument gemaakt om Haags geformuleerde beleidsdoelstellingen te realiseren. En als ze dat niet lukt, wordt hen een motivatieprobleem verweten. Dat gebeurt er met mensen die niet in de schuldhulpverlening kunnen, die hun PGB kwijtraken, die niet aan een sollicitatieverplichting kunnen doen. Dus dit is de laatste stronghold van die bureaucratische verzorgingsstaat, is het verinstrumentaliseren van de burger en die niet voor democratische doelstellingen inzetten, maar voor beleidsdoelstellingen inzetten. En inmiddels zijn we dus in die situatie terechtgekomen dat wij als burgers niet meer gaan over wat goede politiek is, maar de politiek meet zich aan om burgerschap te definiëren. Ja. En burgerschap was het enige stukje wat we als burgers zelf nog konden definiëren. En dit kabinet is ermee begonnen om dat ook nog in te vullen. Mooie reden waarom die regime in crisis is. Ja. Dank. Ja, ik ben Dana en ik kom ook uit Arnhem. Ik ben het eens met wat u zei over Jan. En ik denk niet dat decentralisatie een van de problemen is. Ik denk juist dat het een van de oplossingen is. Wat we nu doen is eigenlijk het uitvoeren van dingen decentraliseren en niet de democratie decentraliseren. Dus als we het hebben over bouwstenen voor nieuwe democratie, denk ik dat subsidiariteitsbeginsel heel belangrijk is. Dat we dingen die op een lokaler niveau kunnen worden besloten of kunnen worden georganiseerd, ook daar besluiten. En ik denk dat we op die manier ook mensen kunnen betrekken die zich nu niet betrokken voelen. En die onvrede, die is er volgens mij al lang, die is er bij iedereen. We weten gewoon niet waar we het op af moeten reageren. En nog een andere bouwsteen, denk ik, u noemde het net al, Monique, is dat we niet alleen verschillende soorten belangen proberen bij elkaar te brengen, maar ook verschillende soorten kennis. En dat is kennis die mensen hebben in de ervaring, zodat je niet, wat je nu op de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld ziet, dat de ene na de andere faculteit failliet gaat, terwijl er genoeg mensen daar zitten die dat allemaal aanzien komen en waarschuwen, maar waar gewoon niet naar wordt geluisterd. Een van de problemen op de Universiteit van Amsterdam. Waar je trouwens een heel standvastig regime ziet, wat
wat alle dingen probeert tegen te houden die mensen zelf proberen te verbeteren. Dus de tweede bouwsteen is andere soorten kennis, technische kennis en ervaringskennis. Dank voor deze avond. Ja. Dus, mag ik even kort toevoegen? Want Socrates, we hoorden net al, maar er was ook nog een andere Socrates hoor. die had ons winnen beroemd. Dat wordt echt elke avond gemaakt. Maar als we het over democratie hebben, mag dat, vind ik. Die had al een keer becijferd dat de optimale democratie ongeveer 50.000 mensen groot is. Want anders word je te groot en heb je bureaucratie nodig om verantwoording af te leggen. En als je bureaucratie nodig hebt om verantwoording af te leggen, dan raak je je democratische ervaringen en je welbegrepen eigenbelang kwijt. Twee, decentralisatie van de nationale parlementaire democratie lijkt me nummer één. Twee, wat daarbij hoort, dat wil ik eraan toevoegen, is de decentralisatie van de fiscale autonomie van de gemeente. Het recht van de gemeente om zijn eigen inkomstenbelasting te heffen. Nederland is in termen van fiscale autonomie voor gemeenten het minst gedecentraliseerde land van Europa. Gemeenten zijn in plaats van democratische entiteiten uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid en de gemeenteraad is verijdelde raad van toezicht. Daar is de eerste stap die we moeten zetten om de democratie lokaal in ieder geval te verstevigen. En dat kan mijns inziens niet anders door hem op Haags niveau te verzwakken. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eén meer voor de hele tafel in het kader van dat transitiedenken. Volgens mij komen hier vanavond allerlei verschillende initiatieven. Van Rijbroek wordt meerdere malen aangehaald. Die heeft wat losgemaakt. Je ziet meerdere initiatieven, van G1000 initiatieven. Ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Ierland, een groot project, Convention on the Constitution. Ik vraag me eigenlijk af hoe ver jullie denken dat we inmiddels in een transitietraject zitten. Omdat we krijgen zoveel initiatieven die komen voorbij. En nog een andere korte vraag, misschien meer aan mevrouw Leijnaar. U geeft aan dat het huidige regime eigenlijk in die zin een beetje vastzit. Dat we daar niet meer doorheen breken. Maar als ik het goed heb, bent u ook lid van de kiesraad. En volgens mij biedt het Nederlandse kiesstelsel ook de mogelijkheid voor andere dan politieke partijen om zich kandidaat te stellen. Evenals dat iedereen lid kan worden van politieke partijen. En is het juist niet zo in dat transitie te denken dat landschap juist die druk moet uitoefenen en dat de politiek dan wel overstag gaat? Want als er zondag iets op bij tegenlicht is, dan komt het dinsdag in het vragenuurtje. Even kijken. Als er zondag iets in. Dus de vraag is, zijn er niet mechanismes binnen het regime die het regime ook onder druk kunnen zetten? Ja, dat denk ik wel. Kijk, we merken ook dat de discussie vooral op het lokale vlak gaat, hè, omdat het daar natuurlijk makkelijker is. Ik bedoel, het is in die gemeenteraad, natuurlijk hebben we grote gemeenten en kleine gemeenten, maar je, op dat lokale vlak gebeuren ook de meeste experimenten. Daar gaat het ook over zaken waar burgers die betrokkenheid is aanwezig. Dus het is niet voor niets dat daar juist al die experimenten met op een andere manier besluiten nemen ook gebeuren. Zodra we dus gaan naar het nationale niveau, dan wordt dat allemaal veel lastiger. Ik bedoel, ik geef eerlijk, ik denk er natuurlijk heel vaak over na van, kan je iets anders dan het met verkiezingen, hè, met partijen. Natuurlijk kan je als individu, maar u weet ook, we hebben partijen, als je geen organisatie achter je hebt, hè, of geen geld of wat dan ook, is het ontzettend moeilijk om er toch te komen. Dus wat dat betreft vind ik het een moeilijke vraag om te zeggen, we moeten een andere verkiezing, andere electoraal systeem. Hè, dat is goed. Oké, dat is, dank. Dus hoe ver zijn we in de transitie? Precies, daar gaan we zo, het laatste half uur voor gebruiken. Dus we gaan nu nog even, we hebben nu heel veel bouwstenen genoemd. En gelukkig was, nu ben ik uw naam vergeten, mevrouw. Maar binnen die net stond. Die riep al, ik heb nog twee bouwstenen. Ik wou nu inderdaad de zaal uitnodigen om nog een paar bouwstenen. Problematische kanten van het huidige regime, om in de talen dus van het huidige democratische stelsel te benoemen, en landschapselementen die druk uitoefenen om die transitie mogelijk te maken. Als we die drie dan nu de elementen nog even afmaken voor vanavond, gaan we daarna nog een half uur praten over waar zitten dan die kernen van veranderen, die niche-praktijken enzovoort. Oké,
Komt u maar. Was ik eerder, meneer? Nou, mag. Okay. Nee, mag niet. Hi, Heidi Jane. Er gaan nog heel veel mensen staan. Oké, spannend. Ja, het wordt spannend. Ja. Het wordt leuk. Mijn naam is Heidi Jane Guts. En ik vind het ook heel fijn dat we dit onderwerp weer geagendeerd hebben, want het is heel belangrijk. En ik denk dat we inderdaad niet voor niets in Amsterdam zitten om het op deze manier te doen. Je zei net 30% van de mensen zijn ontevreden over de democratie in het land. Wat mij betreft mag het in Amsterdam gerust 51% zijn. En ik zou het echt durven staven met onderzoek als we de kans krijgen. Dus laten we even ervan uitgaan dat de meerderheid niet tevreden is. Ik heb 3 voorstellen, zodat we de transitie half uur misschien goed in kunnen gaan. Het allereerste is iets waar IJsselkalk een tijd geleden mee begon. En hij zal het zich ook herinneren. Wat mij betreft moeten we zo snel mogelijk in Amsterdam echt beginnen met die nieuwe vormen. Bijvoorbeeld door te gaan zorgen, echt serieus, dat 25% van het Amsterdamse budget wordt beheerd door de burgers van Amsterdam. En dat dat zodanig wordt uitgezet dat overal in hele kleine, 50.000 mensen zijn een kwalitatieve democratie. Dat je dus de stad gaat kristalliseren op die manier. Nou, dat was 1. 2. Het stoort mij mateloos dat 643 jaar in Amsterdam geen vrouwelijke burgemeester is geweest. En dat er mannen... het is echt waar. Dat mannen, sommige mannen 12 keer terug zijn gekomen in het ene enzelfde ambt. In 1 mensenleven. Dus eigenlijk schaam ik me voor ons allemaal in Amsterdam en in Nederland. Dus laten we beginnen met een bestuurskwartet. Dat geef ik u mee. En dat is niet alleen maar naast elke man die regeert en zegt dat hij voor de hele goede gemeente beslist. Wil ik dat er een vrouw komt te staan en 2 kinderen, een jongetje en een meisje. Omdat iedere groep voor zichzelf en de doelgroep moet kunnen doorcommuniceren wat er is gezegd. En zodat er echt kan worden samenbesloten en ook dat de besluiten worden uitgevoerd op een manier die de doelgroep past. Dus bestuurskwartetten, overal. Leuk, is een leuk spel. En dan als derde en laatste punt, om daar aan te komen waar het ook is, is er echt dringend, met al die transities van dit moment, is er dringend een nieuwe beroepsgroep nodig in Nederland, maar zeker in Amsterdam. En ik noem ze dan maar niet Democraten 66, maar Democraten 20, want ik heb niet zoveel tijd. Ik zou graag willen dat het in 2020 al gebeurt, en dat kan, dat we mensen gaan opleiden die naar die nieuwe democratie te moeten. Het is toch vervelend dat ik hier echt mijn mantelzorgtaken moet laten en daar hier naartoe moet komen rennen. Ik was laat, ja. Maar om eigenlijk 51% van Amsterdam ook nog lijfelijk en actief te vertegenwoordigen. Ik neem die taak heel serieus. Maar je kunt dus mensen opleiden in de hele stad, in die beroepsgroep van zelforganiseerders. Die gaan doen wat dat meisje en dat jongetje en die vrouw naast burgemeester van der Laan gaan doen. Drie dingen. Heel goed, dankjewel. Ja. Ik ben Rudy van Belkom en we hebben het over transitie. En ik wil die transitie eigenlijk inzetten. Ja. En ik heb al eerste stappen gezet. Het is net kort even benoemd, al het kiesstelsel. Dat is al vanaf 1918 onveranderd. Ja. Dat is dus ouderwets. Er wordt ook gezegd... Nou ja, in 1919 kregen wij vrouwenkiesrecht. Wordt soms vergeten, maar dat is ook nog een wijziging geweest. Ja. Dat kan aan mijn... Nee, maar in ieder geval, dat is lang onveranderd gebleven. Ja, we hebben het over representativiteit gehad. We hebben het over het einde van de ideologieën gehad. We hebben het over cultuurverandering gehad. En ik geloof dat je al die 3 dingen kunt veranderen als je het kiesstelsel aanpast. Okay. En net gaf u aan wellicht dat het moeilijk is. In welke richting? Moeilijk, tuurlijk. Ik heb een oplossing richting? En ik ben er al mee gestart. Ik heb namelijk een nieuw kiesstelsel bedacht. Okay. En dat heet Het Nieuwe Kiezen. En daar is 1 animatie van online, daar is 1 website van online. Okay. Ik zit in de finale van Radicale Vernieuwers met dit initiatief. Ja. En dit gaat dus ook gewoon gebeuren. En ik kan kort uitleggen wat het is. Het is namelijk 1 modulair kiesstelsel. Want het probleem met representativiteit is dat het nu gaat om personen die representatief moeten zijn. Maar ik geloof zelf heel erg erin dat de inhoud representatief moet zijn. Dus we stemmen nu op politieke partijen waar we niet volledig achter staan. Die een ideologie nastreven die niet meer van deze tijd is. Dus moeten we het opsplitsen. Dus je kunt per thema stemmen voor het standpunt van de partij die bij jou past.
Dank, radicale vernieuwer, dankjewel. Ja. Eigenlijk een voorstel voor even, een even googlen, want we moeten het doen, toch? Ja, top. Leuk. Goeiedag. Heel goed. Wat missen we nog? Een inzicht Twee, ik heb nog twee mooie tips. Ja. Hier staat Wim van der Peet uit Hoorn, Zwaag. Wat leuk. Hoi. Eerste punt is even, laat iedereen eens nagaan bij zichzelf wat de motivatie is om hier een avond te zitten. Ik heb zelf in de politiek gewerkt, 20 jaar lang gemeenteraadslid geweest. Ik heb nooit zoveel mensen bij elkaar gezien, behalve toen het woonwagenkamp werd verplaatst. Maar het waren denk ik bijna allemaal kampers. Oh, sorry. Dus ga eens na, wat is je motivatie om hier te zijn? Ja. Ik voel me namelijk ook een wereldburger. En dat is een van mijn motivaties. Hier bedoelt u nu, moet u beter voor jezelf. De wereld. En ga dan vanuit die antwoorden eens te kijken hoe je dus ook die kant uit kan. Tweede tip is, ik voel me een gelukkig mens. Want elk weekend vul ik 5 à 8 enquêtes in van bedrijven waar ik iets bij besteld heb. Of die in dienst hebben geleverd. En die zeggen, god, hoe vond u dat allemaal? En ik vond het heerlijk om dat allemaal weer aan te geven. Ik ben blij. Dus mijn tweede suggestie is, gooi dat internet erin. Ja, mooi. Dank u wel. Burgertop, kom maar in. Ja. Bouwsteden. Ja. Mijn naam is Bart Kozijn. Ik was een van de mede-initiatiefnemers van de Burgertop Amsterdam. Een zeer kleine, een bescheiden poging in Amsterdam om aan deliberatieve democratie te doen. En een hele goede manier, want ik begon er heel naïef aan, om dat in ieder geval het Amsterdamse regime te leren kennen. En ik vind de discussie heel erg inspirerend en ook wat iemand van jullie net zei over hoe ver zijn we met die transitie. En de vraag die ik heel erg, waar ik erg over twijfel is, ik heb veel mensen leren kennen die heel erg geloven in het moet anders. We moeten op een andere manier, we voelen ons niet meer vertegenwoordigd, de democratie functioneert niet meer en vergelijkbare argumenten. Wat mij opvalt is, bijvoorbeeld als je kijkt naar het crowdsourcen van die grondwet in IJsland, waar heel enthousiast over gepraat is, dat die vernieuwing, die roept ook een enorme tegenkracht op. En die tegenkracht, ik wil daar niet negatief over doen, dat gaat volgens mij ook over het begrijpen van wat die onderliggende democratische waarden van gelijkheid, vrijheid, broederschap zijn. En als we nu kijken naar landen als Hongarije en Polen, en Bastiaan Rijpkema heeft daar pas een boek over geschreven, dat heet De Weerbare Democratie, waarin zich de vraag stelt, mag een democratie het recht hebben om zichzelf af te schaffen? Ja. En moeten we daarom eventueel politieke partijen die dat zouden willen verbieden? Dus wat ik probeer te begrijpen is, en dat is ook volgens mij wat u voor een deel zegt, is hoe ver moeten we willen gaan in het zo snel mogelijk aanpassen van het regime, zodat we allemaal kunnen doen wat we willen. En gooien we daarmee niet misschien, of gaan we daaraan voorbij aan de discussie van wat die onderliggende democratische waarden zouden moeten zijn. U zegt, voor bouwstenen van een nieuw regime moeten we ons gewacht maken, studeren op de waarden die ten grondslag liggen aan een democratie van een democratische rechtsstaat. Ja, wat mijn zorg een klein beetje is, heel kleine aanvulling, mijn zorg een klein beetje ook, en dat komt misschien een beetje door het enthousiasme wat mensen over Van Rijbroek hebben, is dat we ons heel erg over een discussie gaan hebben over wat de vorm zou moeten zijn, in plaats van wat de onderliggende waarden zijn. Daarom heb ik ook zoveel mogelijk, dank. Ja. Dat is waarom we zoveel mogelijk voorbeelden tot het einde van de discussie. Dus eerst op zoek naar buiten. Ja, dank voor deze waarschuwing eigenlijk. Dag, ik ben Robert Groene. Ik ben hier niet in een politieke hoedanigheid, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Ik ga iets dichter bij de microfoon. Er is heel veel gezegd over burgerinitiatieven en de beperktheid van het politieke partijen, maar ik mis daar een kant aan en dat is eigenlijk de kant van de ambtenarij. En een sterke ambtenarij met eigenlijk een sterke expertfunctie. En in de afgelopen 30 jaar is niet alleen die representatieve functie van politieke partijen kleiner geworden, maar is ook die ambtenarij zwakker geworden. En dat is eigenlijk iets wat samenhoort. En ik heb het gevoel dat bij heel veel burgerinitiatieven er een bepaalde, laten we maar zeggen, bewuste naïviteit wordt ingebracht. En dat lijkt me ook positief. Maar daar moet wel iets tegenover staan. Daar moeten mensen tegenover staan die weten waar ze het over hebben. En die niet afhankelijk zijn van McKinsey en dergelijke om hun kennis in te kopen. U maakt zich zorgen over de overheid. Ja.
En er was een hele mooie lezing van Cenk Willink en hij benoemde dat heel mooi als het in elkaar klappen van twee polen van de trias, van de trias politica. En dat is eigenlijk die rol van die politieke partijen. Dus ik zou zeggen als bouwsteen niet alleen kijken naar de inbreng van burgers, laat het maar even de naïeve kant zijn, maar ook inderdaad die rol van experts sterker maken. En dan kunnen we vervolgens denken van, nou god, wat zijn daar nog middelen voor? En nou ja, ik... Dank. Graag gedaan. Mooi. Goed. Tafel, wij gaan nu geen zaalinbreng meer accepteren. We hebben nog 20 minuten. En dat doen we niet omdat we niet u ontzettend op waarde schatten, want u heeft belangrijke dingen gezegd. Waarvoor dank. Maar we gaan de laatste 20 minuten aan deze tafel. We gaan ze niet allemaal samenvatten. De bouwstenen die we nu gehoord hebben, moeten er nog dingen bediscussieerd worden? Of die waarvan u zegt, voordat we daar verder kunnen. Dan wil ik, voordat we verder kunnen gaan met de laatste 20 minuten. En dat is, hoe zou, als we nou die principes die we nu hebben vastgesteld, de waarden, vrijheid, gelijkheid, democratie, enzovoort, en alle andere dingen die gezegd zijn. Dus we die gaan toepassen op een... Dat nieuwe regime wat we willen. Welke vormen zien we dan al? Welke niches? Hoe ver zijn we in de transitie, in het omverwerpen? Dat soort elementen, zodat we aan het einde van de avond ook echt een soort beeld krijgen van waar we dan nu staan. Ja. Is dat mogelijk, denkt u? Vindt u dat ook fijn om te doen? Of zegt u, vind ik heel... Ja. Can't wait. Mevrouw Leijnen, mag ik met u beginnen? Ja, we zijn dus... Even in zo'n 1990 zijn we begonnen met experimenteren met nieuwe manieren om burgers bij die politieke besluitvorming te betrekken. Hè. Daar heb ik het even over nu. We is dan? Is gemeentebesturen en ook politieke partijen zijn gaan nadenken. Ik bedoel, we hebben nu 26 jaar hebben we geëxperimenteerd. Hè. Er zijn ontzettend veel... zaken zijn er gebeurd, die zijn nu de revue gepasseerd. En ik heb dus het gevoel nu, het idee nu, dat we nu echt een moment hebben bereikt dat we keuzes moeten maken, dat we een aantal of één of meerdere manieren om tot op een andere manier tot besluiten te komen, echt moeten implementeren. Dat we een keuze moeten maken. En dan ook moeten zeggen, net zoals er nu een wet raadgevend referendum is. Hè, dat gaat nu voor de eerste keer plaatsvinden, 6 april. Misschien gaat het allemaal niet zo zoals wij voorstander, of ik in ieder geval als voorstander, het wil zien. Maar we moeten ervan leren. Dit is de eerste keer en dan komt er nog een keer. En dan komt er misschien meer informatie, misschien meer discussie. Hè, dus weer die waarden die we belangrijk vinden. En datzelfde geldt dus voor participatieve manieren om tot besluitvorming te komen. Ik vind echt, en dat in jouw termen, we moeten opschalen. We moeten nu zeggen, en wie is we, dat is natuurlijk een goed voorbeeld. Maar als we het hebben over instrumenten institutionaliseren, dan heb je het dus toch over een rijksoverheid, een kabinet die dit soort, een parlement die dit soort besluiten moet nemen. En welk besluit moet ze nemen? Of een gemeenteraad, om bijvoorbeeld, waar ik dus een voorstander ben, regelmatig iets van een deliberatief proces, ik noem het even burgerjury, in te zetten op lokaal niveau, maar mag van mij ook op nationaal niveau, maar daar hebben we nu even niet over, op lokaal niveau, om tot besluiten te komen die de gemeente aangaat. Okay. En daar leren we dan van. Die overheid leert ervan, die gemeenteraad ervan, maar ook die burger leert ervan. Want dat is een aspect, hè, wat ik dus een hele belangrijke waarde vind, dat we ook kennis hebben van hoe dat systeem werkt en dat we er ook die waarden samen met elkaar gaan delen. Dus die waarden moeten ook geïnternaliseerd worden. Dus het educatieve, daar praten we te weinig over, vind ik altijd, in discussies over politieke vernieuwing. Van hoe komen we met z'n allen tot die diepe democratie. Dus diep opschaling, keuzes van een bepaalde instrumenten en ook aandacht. Hè. En als je kiest, dan heb je ook aandacht voor dat educatieve aspect. En dan voel je, nou ja, oké. Okay. Ja, mooi. Ja.
Jeetje, Mina zeg. Het is toch wel een groot ding, hè, dat democratie. Zeker. Heel groot. Heel groot. Heel groot. Ik... Uitslaan. Nee, was het maar zo. Nee, kijk, de educatieve component vind ik interessant. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat je democratie niet in een klaslokaal leert. Maar door met mensen met verschillende belangen een probleem op te lossen. Ervaringsleren. Ja, maar daar heb ik het ook over. Daarom moet je het institutionaliseren. Precies. En ik denk alleen dat in dat ervaringsleren wel begrepen eigenbelang ontstaat. Mm-hmm. Ik denk alleen dat de verzorgingsstaat zoals die zich ontwikkeld heeft, de publieke zaak zo gemonopoliseerd heeft, dat we als burgers nog nauwelijks de mogelijkheid hebben om publieke problemen op te lossen. Ik ben 39... Ik ken weinig mensen van mijn leeftijd die zelf een school hebben opgericht of een ziekenhuis hebben neergezet. Of iets van die aard een publiek probleem hebben opgelost. Ik heb het wel eens met een groep van 300 jongere leden van politieke partijen gevraagd. Wie heeft hier wel eens een publiek probleem opgelost? Nou, zaten ze allemaal aan te kijken of ik gek was. Ja, dan kom je dus in. En dan moeten we wel, daar moeten we iets mee met die cultuur. Ik vind, ik hoor het David van Rijbroek, ik ben er dus niet zo fan van. Ik vind die G1000 geweldig. Wat we in Nederland alweer zien, dat de overheid een G1000 gaat organiseren. Overheid organiseert ook verkiezingen. Ik bedoel, waarom is dat zo slecht? Omdat ik heb een fundamenteel probleem met overheden die mijn burgerschap gaan definiëren. En mij vervolgens uit gaan nodigen om op hun voordeel mijn burgerschap te etaleren. Met verkiezingen is er echt wat anders. Het proces. Nou ja, het ligt ook. Hoe het ingesteld wordt. Maar goed. Zeker. En dat loten, ik vind dat een depolitisering van de burger. En dat komt omdat ik er nog steeds niet. En dat helpt met die. Van meneer Kozijns. Ik zie je niet meer. Oh ja, dat had daarmee te maken. Ik ben er mede door vanavond nog steeds niet van overtuigd of die structuur. Dat is wel wat, jongens. We hebben wel wat opgetuigd met z'n allen, hoor. Die representatieve democratie. Dat is best een waardevol dingetje. Het kan ook zijn dat die structuur wel deugt. Maar dat die mensen die zich in die structuur bewegen, door allerlei andere processen, zich daar raar in gedragen. Nee, dat kan ook. Maar ik vind, misschien is dat voor een volgende keer, dat we starten met de vraag, wat waarderen we in het huidige systeem? Ik ben blij dat ik in een land woon waar checks en balances in ieder geval grondwettelijk verankerd zijn. Ja. Ik zou hem lokaal wel wat beter verankerd willen zien, zeker nu overal rekenkamers worden wegbezuinigd en dat soort zaken. Voor mij is de kern van democratie die checks en balances. Dat is voor mij een democratische waarde, dat we de macht niet in één hand... Maar wacht even. Natuurlijk, dus dat is in elk nieuw... We hebben allerlei problemen gestuurd, van het huidige, jij ook. Je hebt zelfs genoemd dat we op lokaal niveau toch een van de mensen die je riep... subsidiariteit als waarde van een systeem. Dus de problemen worden op het niveau opgericht. Je noemde zelf 50.000 van Socrates. Ja. En vervolgens zeg je, maar ik twijfel nu toch aan of, of het niet toch allemaal heel waardevol is. Want ik vind die checks en balances belangrijk. Ja, natuurlijk. Dus jij moet dan, eigenlijk zou ik dan verwachten, hopen, meneer. Dat is te zeggen, één van de voorwaarden voor enig nieuw regime. Want het huidige regime heeft allerlei problemen, maar een nieuw regime is... dat er sprake is van checks en balances. Ja, dat wilde ik ook graag zeggen. Ik ben blij dat je dat... Nee, maar dus dan zit er dus nog wel degelijk grote kritiek, want die heeft u zelf geuit. Zeker. Sterker, als ik hoor over burgerbegrotingen en dat soort zaken, dan wil ik daar wel eens goed naar kijken hoe dat met die checks en balances zit. Voilà. Want ik heb daar twijfels bij. En precies. Ik denk dat we die checks en balances, als we in termen van transitie, als we iets in dat regime moeten verbeteren of in stand moeten houden, dan zou ik die checks en balances graag in stand willen houden. Mooi, dank daarvoor. Dat is een belangrijke opmerking volgens mij. Precies daarom is het volgens mij zo'n groot probleem dat de hedendaagse politiek zo weinig voeling heeft met deze werkelijkheden, met de nieuwe werkelijkheden. Want daarmee zet ze zichzelf steeds meer buitenspel als checks en balance die geloofwaardig is en die geaccepteerd wordt. Dus is ze bezig zijn eigen legitimiteit als checks en balance, terwijl het hartstikke nodig is. Want even enig simplistisch en banaal gezegd, hè, een pleintje dat zijn eigen pleintje mag inrichten, zegt we leggen hier een zwembad neer, daar heeft niemand wat tegen. Als de chloorduchten de buurt ernaast zitten te verpesten, dan vinden we toch dat die buurt erna ook wat moeten kunnen zeggen. En als er een bordje bij wordt gezet, niet voor zwarte dit zwemwater, dan vinden we dat we niet in zo'n land willen leven, dat het überhaupt nergens mag gebeuren. Ja? En precies daarover gaat het. En dat is helemaal geen denkbeeldig voorbeeld als je op dit moment kijkt naar de debatten over AZC's bijvoorbeeld.
Ja? Dus het gaat wel degelijk ook over het bewaken van een bepaalde kwaliteit van onze samenleving, die we niet alleen maar willen overlaten aan mensen die hun eigen problemen aan het oplossen zijn. En ik ben wat dat betreft heel erg eens met die noodzaak voor checks en balances. Dat leidt wel tot hele grote vragen. Die vraag van de gelijkheid is er één. Ja. Ja, dus dat vind ik een hele belangrijke. Als het mag, en even overgang maken naar een heel ander soort ding. We hebben het nog steeds niet gehad over het feit dat we eigenlijk natuurlijk gewoon tegenwoordig op zijn minst in Europa leven en eigenlijk in de wereld. En dat is natuurlijk ook een echte werkelijkheid waar we mee zitten. En die daagt ook het bestaande regime uit en die creëert nieuwe kansen. Dat is een van die landschapselementen die we absoluut nog niet benoemd hebben. Nee. Heel goed. Nee, ja. En het is met de Europese top hier rond de hoek misschien toch interessant om het daar even over te hebben. Ja. Kijk, als je kijkt hoe op dit moment, in ieder geval in mijn vak, die Europeanisering wordt gethematiseerd, dan is het al lang niet meer een federaal Europa of een supranationaal Europa. Een bestuurslaag die vertelt aan de overheden wat ze moeten doen en die vertelt aan de lagere overheden en zo gaat het naar beneden. Hè. Dat is niet meer de werkelijkheid. Wat er nu gebeurt is dat eigenlijk niemand volledig zijn bevoegdheden aan de ander wil afstaan. Over checks en balances gesproken. Hè. Allemaal houden ze een stukje in eigen handen. Maar daarmee ontstaat een speelveld waar gemeentelijke overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties gewoon kiezen waar ze hun ding kunnen doen het beste. Dus als die problemen gaan oplossen, hè, wat ik net erg voor ben als uitgangspunt van de democratie, als die problemen gaan oplossen, pakken die net die plek waar ze op dat moment even één dingetje voor elkaar kunnen krijgen. En dan zijn ze rustig naar de volgende plek om het volgende dingetje voor elkaar te krijgen. En zo werkt het op dit moment. Dat is een werkelijkheid, dat vind ik niet goed of fout, maar het is hoe het werkt op dit moment, gegeven de institutionele constellatie. Nou is er net besloten tot een urban agenda in de Europese Unie. Die nodigt expliciet steden uit, hè, om hun agenda's te maken. Nederland heeft het opgepakt, agenda stad. Ik heb dat even meegenomen, dat ik het zo grappig vond dat ik het even wilde voordragen. Wat is nou het accent van de agenda stad? Drie doelen. Het agenderen van de grote opgaven van de stad, door problemen en oplossingen scherp te benoemen. Het katalyseren van stedelijke innovatie door goede initiatieven te verbinden. Dan denk je, nou leuk, hè, voor al die doeldemocratieën, die kunnen dat allemaal doen. Maar vergeet het maar, want onder staat dan het organiseren van coalities om noodzakelijke transities mogelijk te maken. Dus dan is toch weer gewoon de overheid die het moet allemaal gaan bedenken. De hele vraag, hoe je dat democratisch doet, is niet gesteld. De hele vraag, welke rol allerlei burgerinitiatieven, burgersjuries, vormen van doeldemocratie, noem het maar op. Hè, energiecoöperaties, Jos de Blok met zijn nieuwe zorgverzekering. Welke rol die erin kunnen spelen, wordt niet gesteld. Een van de dingen die ik interessant zou vinden voor vervolgavond, is om het daarover te hebben. Hoe kunnen die werkelijkheden verbonden worden met die agenda voor de stad en met die urban agenda van de Europese Unie? En hoe kunnen we dus ook gebruik maken dan vervolgens van al die nieuwe institutionele mogelijkheden om probleemgericht te gaan werken? En niet te veel last hebben van de oude instituties waar ze in de weg zitten. En volgens mij helpt het dan om in ieder geval conceptueel onderscheid te maken tussen initiatieven die gericht zijn op het vernieuwen van de democratie as such en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de verzorgingsstaat, zoals buurtzorg, et cetera, et cetera. Ja. En dan vervolgens te vragen, waar raken die twee elkaar nou? Ja, dat is wat ik doel en middel. Doel, dat heb ik nu opgeschreven. Ik denk dat dat toch goed is ook om weer uit elkaar te halen. Ik bedoel, democratie als een soort instrument, een manier van besluit vormen. En dan heb je dus de discussie van representativiteit en dat verhaal van mij, van het geluid van groepen die normaal of die heel vaak niet gehoord worden, vind ik dus bijvoorbeeld heel belangrijk. Maar dan heb je het over hoe worden besluiten genomen. En het andere is het doel, wat voor democratische waarden vinden wij essentieel voor onze samenleving. En dan heb je dus je checks and balances en je vrijheid, zeker, je persvrijheid, de rechtsstaat, neem het. Maar misschien is dat ook goed om uit elkaar te halen in de discussie. Nou ja, behalve dan dat in zijn presentatie bij transities hij expliciet doedemocratie als praktijken noemde, waar misschien vernieuwing in het andere domein plaatsvindt, omdat dat zo werkt in transities. Ja. Dus daarom heb ik het een beetje toegestaan. Ja. Ook, maar nu zeg je toch weer even wat zorgvuldiger. Ja, dank je. Ja, misschien te traditioneel. Ja, wat ik ermee bedoel is, en ik zal het proberen zorgvuldig te formuleren, maar ik proef bij mezelf, laat ik bij mezelf beginnen, en ook bij andere mensen in deze zaal, dat omdat je een bepaalde politieke uitkomst van dit systeem niet accepteert, dat je de democratie gaat bekritiseren. Nee, dat is te simpel. Nee, dat vind ik echt. Nee hoor, dan zet je ons weg.
Ik weet niet wie je wegzet of jijzelf. Bij jezelf constateer je het. Ja. Jij zegt, precies. Nee. Even bij jezelf. Jij zegt, daarom reageert de zaal. Omdat je denkt, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat de verzorgingsstaat voor 10% van de mensen aan de onderkant het niet goed doet. Nee. En ik merk aan mezelf dat ik dan ga denken, dat komt omdat die democratie verkeerd georganiseerd precies. Ik hoorde hier ook mensen zeggen, die transitie in de duurzaamheidskant gaat niet goed genoeg. Dat komt omdat die democratie verkeerd georganiseerd is. Ja, je kan ook iets anders zeggen, dat klopt. Dus je kan zeggen, ik heb een consequentialistische benadering. Kijk naar de consequenties van het systeem en ik bekritiseer hem dan. Ja. Maar John zei iets anders. Die zei, eigenlijk is die democratie georganiseerd rond de verkeerde vragen. Namelijk vragen die misschien 50 jaar geleden heel relevant waren. Hoe organiseer je welvaart? Maar er zijn nu andere uitdagingen, type uitdagingen voor de samenleving aan het begin van de 20e eeuw, 21e eeuw. En daarmee, dan is dus de vraag of dat regime georganiseerd is, zodanig dat ze die uitdagingen aan kan. Laat ik dat nog even, dus ik snap jouw punt, mooie vraag. Dat jaagt dus die transitie aan. Ja. Want dan ben ik dan in deze zaal, vind ik ook prima, ik heb daar last van. Ja. Ik denk dat voor meer mensen geldt, maar blijkbaar zitten die hier niet. ik denk dat er ook heel veel Nederlanders zijn die op die manier denken. Zeker? En ik denk dat die transitie gaat aanjagen. Want op het moment dat wij niet meer zeggen, die verzorgingsstaat deugt niet meer, dan ga ik mijn eigen moeder wel verzorgen, maar denken die democratie deugt niet meer. Ik ga naar het Malieveld. Nee, ik ga die democratie bekritiseren. Mijn draagvlak voor die democratie zakt. Dan gaat die transitie heel snel. En ik denk dat we dat de komende jaren heel snel gaan zien. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. En inderdaad is natuurlijk ook de stelling dat de democratie bepaalde hedendaagse vragen niet goed aan kan. Is eigenlijk precies wat jij zegt. Hè? En dus soms komt ze ook op gevaarlijke manier te uitdrukken. Gisteren nog had Hees. Ja. Vervelende, onaangename, ondemocratische manieren. Ja. Goed. Kijk, dames en heren, het is 2:10. En wij zitten hier met verhitte hoofden, want het was hard denken. Hard opdenken, maar ook hard denken. Ik zag u allen, waar gaat dit gesprek heen? Hoe moet ik hierop reageren? En dat is precies wat er gebeurt met een meanderend gesprek. We hebben heel erg veel aangeraakt. Veel dingen besproken die voor ons van waarde zijn in de democratie. Die we soms nu goed vinden in de huidige democratie, maar ook vaak als kritiek formuleren op het huidige systeem. We hebben een paar voorbeelden al langs zien komen van nieuwe praktijken, niche-praktijken. Van Rijboek is een paar keer genoemd, burgers. U roept op, ga opschalen. U zegt, probeer toch goed te kijken naar welke waarden we dan in die vernieuwing hebben en welke we belangrijk vinden, zoals checks en balances. Meer kunnen we eigenlijk niet hopen op zo'n avond. Ik had ook niet meer ambitie. Ik heb heel veel aantekeningen, maar ik doe het eigenlijk normaal nooit. Maar ik vond het zelf zo interessant dat ik dacht, dat moet ik bewaren. Dit is de eerste avond. En van deze reeks. En er komen er dus nog 5. Ik ga even een andere microfoon. U door als u ideeën heeft over, ik heb nu ik dit hoor, dit had een hele andere avond moeten zijn wat mij betreft. Ik heb een heel goed idee voor de volgende. Dat u dat idee mailt naar idee@dezwijger.nl. En wij verzamelen al die ideeën, de programmamakers verzamelen die ideeën, de organisaties die deze serie met elkaar maken gaan dan in conclaaf. En daar proberen we u echt, als u briljante interventies heeft, dan zult u dat zien in het programma. Misschien wordt u wel gemaild om eens aan zo'n tafel te zitten. Dat is 1. Het tweede is, we hopen ook dit gesprek en alles wat gezegd is ook weer te kunnen gebruiken in de volgende gesprekken. Dus dat zult u ook zien. Als u de volgende keer ziet, zult u zien dat het een continu gesprek is, hopelijk. Met veel disruptie natuurlijk, zoals dat hoort. En dan is er in ieder geval 2 data die al bekend zijn. Dat is 9 februari. En daarin gaan we nadenken over hoe een democratie zou functioneren zonder olie. En de macht van de fossiele brandstof. Wat gebeurt er dan? En daarmee gaan we nadenken over welke principes liggen nou eigenlijk de grondslag aan een duurzame wereld. En wat betekent dat eigenlijk voor de democratie? Dus dan gaan we de link leggen tussen circulaire economie en democratie. En 25 februari, dat is in de reeks de circulaire stad. 25 februari is de tweede bijeenkomst van deze reeks. New Democracy noemen we hem, voor als u hem zoekt op de site van De Zwijger. En daarin gaan we het hebben over
co-creating the city, co-creatie, hoe burgers in de stad samenwerken om problemen in de stad aan te pakken. En dan zullen een heleboel van de praktijken die nu heel kort zijn genoemd, weer aan de orde komen. Mensen die het al aan het doen zijn, zullen podium krijgen. Dus eisen, ik verwacht je dan wel weer daar. Hartelijk dank voor deze avond waarin we veel van u verwacht hebben om mee te meanderen over al die verschillende niveaus waarop je zo'n gesprek kan voeren. En ongelooflijk dank aan dit wonderschone panel wat zo meegedaan heeft om dit tot zo'n mooie avond te maken. Dank jullie wel en applaus graag.